Na heel veel moeite heb ik eindelijk iemand uit Burkina Faso gevonden. Hallo meneer, wat betekent Burkina Faso? Land van eerlijke mensen. Hoe zeggen mensen in Burkina Faso Burkina Faso in Burkina Faso? Burkina. Zonder de Faso. Vaak zonder de Faso. Ja. Hoe noemen de inwoners van Burkina Faso zichzelf? Burkina B. En hoe moet je mensen uit Burkina Faso noemen als je Nederland bent? Dat is Burkina Heeft Burkina Faso altijd zo geheten? Nee. Vroeger heette Burkina Faso Ot Volta. Hot betekent boven in Frans. Burkina Faso is natuurlijk een oude kolonie van Frankrijk. Volta is een grote rivier. Wie heeft de naam Bur Faso aan Burkina Faso gegeven? Thomas Sankara. Wie was Thomas Sankara? Thomas Sankara was de oprichter van de revolutie. Hè? Thomas Sankara was ook vier jaar president van 1983. Hij was een communist. Tijdens de revolutie, niemand, zelfs als je minister bent, je mag geen grote Mercedes of zo rijden. Iedereen moest toen hele kleine, bezuinige auto's gebruiken. En wat voor auto reed Thomas Sankara dan? Thomas Sankara reed zoals die andere minister, Renault 5. en kleine Frans auto. Zo. Dat soort dingen vonden mensen gewoon Goed. Maar als hij zo populair was, waarom heeft hij dan maar vier jaar geregeerd? Hij is vermoord. Hij is vermoord met twaalf andere mensen. Tot nu toe we weten we de reden niet. Waar was u op het moment toen Thomas Sankara werd vermoord? Ik was op mijn fiets. Ik ging naar de taekwondo les. Ik was zo klein, twaalf jaar. En een paar kilometer later hoorde ik gewoon... Tar, bam, bam, bam. Iedereen was gewoon in paniek. En daarna hoorden we gewoon alles in de radio. Dus u was gewoon in de buurt toen Thomas Sankara werd vermoord? Ja, ik was in Ouagadougou. Wat voor taal spreken ze in Burkina Faso? Meer dan vijftig talen. Officieel. Taal is Frans. Spreekt u ook een Afrikaanse taal? Ja, ik spreek Mori. Hoe zeg je? Hallo, hoe gaat het in het Mori? Manawana, Vinis Manawana, Vinis Kibali. Wat zijn de grootste stammen van Burkina Faso? Mossi, Djula, Gurunsi, Waar Maak je de Mossi aan herkennen? Dat is tegenwoordig heel moeilijk. Vroeger hadden alle Mossi hadden zes liedtekens op hun gezicht: drie aan de linkerkant, drie aan de rechterkant. Maar tegenwoordig euh, doen de mensen dat niet. Hoe lang bent u? Ik ben twee meter ochtends en s'avonds 1,99 meter. 99. Die snap heb ik niet helemaal. zijn mensen iets langer en s'avonds loop je loopt en je lichaam zakt een beetje. Hoeveel Burkinezen wonen er in Nederland? 680% van de mensen ken ik. Zijn er ook belangrijke sportevenementen in Burkina Faso? Ja, Tour de Faso. Net als Tour de France. Zijn de grenzen van Burkina Faso hetzelfde als bijvoorbeeld 80 jaar geleden? Nee. Vroeger was een gedeelte van Ivorcus, Burkina Faso. Dus Burkina was eigenlijk vroeger iets breder dan het nu is. Wat zijn de grootste exportproducten van Burkina Faso? Katoen en Arik. Couvert, oftewel spersbonen. Is katoen belangrijk voor jullie? Zeker, katoen is heel belangrijk voor ons en katoen is. Echt onmisbaar product voor Burkina Faso. Als je oud wordt, je moet je ook katoen kleding altijd bij je hebben. Dus we kunnen niet ons voorstellen dat een oude mevrouw gaat dood en mensen komen in haar huis en ze vinden geen katoenkledingen. Dat hoort niet zo. Dus als je dood bent en mensen komen binnen je huis en zij die katoen kleding niet kunnen vinden, het is geen goed teken. Je hebt geen goede status gehad. Dus het hoort bij je geboorte tot je dood bij de Bukinese mensen. Ja.